Ik ben Benjamin Noora en ik ben directeur van Global Care. Toen ik gevraagd werd om een en ander te vertellen over Global Care, dacht ik, waarmee zou ik beginnen? De meeste mensen beginnen met wat een bedrijf doet. In dit geval doe ik het tegenovergestelde. Het is eigenlijk waarvoor we het doen. We doen het voornamelijk voor de mens. Omdat, zoals op onze website staat, no man is eiland. Waarom hebben we voor zo'n onderwerp gekozen? Is het eigenlijk, zou je zeggen, heel simpel, maar het is niet zo simpel. Omdat we mens, die bij ons zich aanmeldt, eigenlijk, daarmee begint het. Op het moment dat iemand zich aanmeldt bij Global Care, sommige institutionele organen noemen het hulpvrager, maar wij noemen het patiënt, omdat hij een probleem heeft. In dat kader proberen wij verschillende onderwerpen in gang te zetten, om vervolgens tegemoet te komen aan het probleem waarmee een patiënt wordt geconfronteerd. Wij hebben gekozen voornamelijk voor de dynamische diagnostiek en psychotherapie. Waarom? Omdat we daaruit met een wetenschappelijk fundament kunnen we een hoop zaken boven water trekken. Wat wij merken is het eigenlijk dat op het moment dat iemand bij ons aanmeldt, zien we dat zijn primaire probleem hoeft niet primair te zijn, maar van secundair belang. Doordat wij wetenschappelijk fundament gebruiken, zien we dat vaak mensen moeten heel veel diep duiken in de geschiedenis om vervolgens het probleem van toen eerst te repareren en dan pas verder gaan met hun leven. Wij doen niets anders, of laten we maar zeggen, we doen in een professionele wijze gewoon persoonlijke processen reactiveren. Vaak wordt men geconfronteerd met gewoon sociale omgeving. Men wil dat iemand zo snel mogelijk reïntegreert. Maar dat is niet aan de orde. Aan de orde is eerst reactivering en dan pas komt het reïntegratie. Doordat men verbonden is aan zijn werkgever en zoals ik net zei, sociale omgeving, zie je vaak dat mensen willen die twee taken, zoals reïntegratie en reactivering, parallel laten lopen. Maar dat is absoluut onmogelijk. Daarom hebben wij ons geconcentreerd op reactivering op de eerste plaats en dan was reïntegratie. Men is vaak gebonden aan zijn werkgever en de werkgever wil eigenlijk iemand zo snel mogelijk aan het werk zetten. Op dat moment verliest men gewoon oog voor de mens. Die hebben wij. Zoals ik in het begin zei, no man is eiland. Zo willen we het houden. Alles wat we tot nu toe hebben we bereikt door met eigen middelen, zonder hulp van enige bank of subsidie. Waarom hebben we voor zo'n strategie gekozen? Is het eigenlijk niets anders dan die zelfstandigheid te waarborgen. Dat we gewoon de koers varen die wetenschappelijk verantwoord is. Vaak zien we gewoon storende factoren onderweg naar het succes. En dat is helaas te danken, tussen aanhalingstekens, aan grote instituten en overheidsinstellingen. Dit kan ook gezien worden als een kritische noot. Waarom? Omdat juist de grote instituten zijn zo gebonden aan de regels dat wij gewoon, dat de mens, niet wij, maar de mens daar gewoon negatieve zin in het zonnetje wordt gezet. Dat is ook dus een aanhalingstekens. Wij doen het andersom. We kijken eerst wat het probleem is, we doen het repareren. En de regels komen later. Er was voorbeeld, een maand geleden ben ik bij een conferentie aanwezig geweest en ben ik in gesprek geraakt met een psycholoog, tweede lijns. Ze vroegen mij, wat doen jullie? En vice versa natuurlijk, wat doen zij? Ze wist mij het volgende te vertellen. Op het moment dat bij een cliënt, zij noemde het cliënt, commercieel, dat doen wij niet, wij noemen het patiënt. Op het moment dat een cliënt gewikkeld is in de juridische procedures en andere problemen, behalve psychiatrie, behandelt zo iemand een cliënt niet. Dat vond ik triest voor woorden. We hebben dat geval onthouden en ik vertaal het in een andere wijze door te zeggen, daar wat iedereen stopt met behandeling, gaan wij verder. Gaan we verder totdat een patiënt gewoon helemaal gereactiveerd is. En reïntegratie en de regels komen wel aan de orde. Doordat wij diep zijn gedoken in de wetenschappelijke mogelijkheden, hebben we gezien dat we ook andere takken van sport, ik noem het een sport, omdat het leuk is om te doen. We hebben verschillende takken geprobeerd om aan te vullen met verschillende specialismen. Niet alleen psychiatrie, maar nemen we juridische kader. Als voorbeeld, stel dat iemand zich aanmeldt bij ons en heeft een bepaald probleem met zijn gewoon psyche.
De meeste psychologen zullen daar aangrijpen om allereerst dat probleem op te lossen. We merken terloops dat eigenlijk de problemen komen niet vanuit jezelf, maar vanuit de sociale omgeving en vaak de werkgever. Juist op dat punt interesseert een gemiddelde psycholoog niet. Dat is echt zo. En daar gaan wij wat meer energie in steken. Wij proberen mensen gewoon op dat juridisch vlak ook te helpen. Zodoende zijn we terechtgekomen bij een groep, zoals ze zich noemen, een klokkenluidersgroep, die buitengewoon is moeten serieus genomen worden. De overheid doet dat niet en de sociale omgeving niet. Waarom? Omdat ze niet betrouwbaar worden gezien. En wie durft een dag zoals vandaag gewoon te protesteren? Niemand. Waarom doen ze dat niet? Omdat men gelijk wordt geïsoleerd vanuit zijn sociale omgeving. En sterker nog, hij verliest zijn baan. Die mensen moeten opgevangen worden. Er is nergens ruimte voor. Wat mij het meeste teleurstelt is eigenlijk dat de bedrijfsartsen ook keihard meedoen. Dat stelt mij teleur. Want op dat moment verliest de bedrijfsarts zijn normen en waarden en beroepsethiek. En dan gaat hij steeds vaker zitten aan de kant van een bedrijf. Dat is ongeoorloofd en ongekend. Wij doen het andersom. We gaan net zo ver voor de patiënt totdat hij beter wordt. En nogmaals, reïntegratie komt. Wij doen heel veel zaken met zorgverzekeraars. Het is ondenkbaar eigenlijk. Dat is deels een bron van inkomsten. Hoe hebben wij het aangepakt? Door alle zorgverzekeraars in Nederland contracten af te sluiten. En wel met bewijzen, aantoonbaar, door te zeggen, iemand die gemiddeld 2 tot 3 jaar wordt gereactiveerd, doen wij in 6 maanden tot 1 jaar. En dat is een recordtijd. En daarom hebben we een speciale positie bij de zorgverzekeraars. Daarom koesteren zij onze kwaliteiten. Nogmaals, omdat wij puur en alles wat we doen heeft een wetenschappelijk fundament. Veel bedrijven die aangesloten zijn bij de Global Care moeten wel van bewust zijn dat we maar 1 taak hebben. En dat is gewoon aan de mens helpen. En niet andersom. Wij kennen geen commerciële achtergrond. Integendeel, wij onderscheiden ons met het feit dat we gewoon puur alles wat we doen, doen we voor de mens. Daardoor hebben wij veel geïnvesteerd in het buitenland, in de goede doelen. Zoals in Panama, Suriname, Balkan, Afrika. Dat doen we omdat we denken dat we daar ook een steentje kunnen bijdragen om die mensen te helpen. Wij gaan voorlopig, althans daar ben ik ervan overtuigd, niet wijken van onze doelstelling. En dat doen ze ondeugd allemaal. We zijn net zo sterk gewoon als een instituut. We zijn wel klein, maar wetenschappelijke kennis die wij in huis hebben, is gewoon ongekend, vind ik. En daar ben ik trots om dit met jullie te delen. Vermeldingswaardig is het feit dat een van de psychotherapeuten waar we mee samenwerken zei, ik ben de 4e generatie. Van de psychologen. En hij maakt zich zorgen over het feit dat zijn generatie heel weinig heeft ontwikkeld. En daarom dachten we, als we die krachten bundelen en ieder zijn steentje bijdraagt, dat we veel sterker kunnen worden. En de papierenwerk, dat komt wat later. We willen de kennis met de rest van de psychotherapeutische praktijk wel delen. En daarvoor zijn we ook internationaal ook heel erg actief. En dat doet me deugd om dit met jullie te delen.